Je bent echt goed ontvangen hier. Dat merken we. Iedereen is blij dat je hier bent. Alleen, er gaan geruchten rond dat je Fenerbahçe terug wil komen. Volgens mij, Girigaci in de Mesulidinus. Ja, dat je Fenerbahçe terug wil komen. Als een sportief director. En wat zijn je toekomstplannen hiervoor? Allereerst ben ik ook heel erg blij om hier weer terug te zijn. Het voelt eigenlijk een beetje alsof ik nooit ben weg geweest. Het is geweldig om te zien hoe ik hier ben ontvangen door de mensen. Ik heb net een rondleiding gekregen in een schitterend nieuw complex waar de media zich nu heeft verzameld. En vroeger zaten ze op een andere plek. Wat betreft mijn toekomst hier met Fenerbahçe, ik denk dat ik altijd een link zal hebben met de club. Ondanks dat ik nu al meer dan een jaar weg ben, heb ik altijd goed contact onderhouden met spelers, trainers, maar ook met de president. En waar ik kan, zal ik de club altijd helpen. Alleen op dit moment concentreer ik me nog volledig op het voetbal. En voetbal vind ik nog steeds enorm leuk. En dat probeer ik zo lang mogelijk vol te houden. En natuurlijk wil ik altijd in het voetbal betrokken blijven. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt na mijn voetbalcarrière. Naast dat jij Istanbul heel erg leuk vindt, weten wij ook dat jouw familie dit Istanbul te gek vindt. Wat missen jullie nog heel erg aan Istanbul en ook je familie? Niet alleen ik ben vandaag teruggekeerd voor de eerste keer naar Istanbul en Fenerbahçe, maar ook mijn familie. Mijn kinderen zijn hier en ik kan wel zeggen ja, dat het geweldig is om met z'n allen hier weer terug te zijn. En eigenlijk missen we heel veel dingen aan Fenerbahçe, aan Turkije, aan Istanbul. Maar wat nu het meest in me opkomt is dat ik vooral heel veel mooie herinneringen heb en dat ik die enorm koester. Hij heeft twee vragen voor je. Ja. Hij merkt dat Nederlandse spelers als Van Ooydonk en jij als jullie in Turkije zijn, dat jullie echt onwijs goede support leveren aan het team en dat jullie goed presteren. Alleen dit kan niet echt gezegd worden over Van Persie. De supporters die hebben supporten hem niet echt heel goed, zegt hij. Maar hoe denk jij over Van Persie? En zijn tweede vraag is, als jij morgen tijdens de wedstrijd scoort, zou je dan blijheid uiten? Ik zal eerst wel antwoord geven op de eerste vraag. Ik denk dat een fitte Robin van Persie van heel veel waarde voor Fenerbahçe kan zijn. Ik denk ook dat Van Persie op zijn best is als hij vertrouwen krijgt van een trainer. Wat dat betreft denk ik dat hij op dit moment bij advocaat in goede handen is. En op het moment dat Robin helemaal fit is, dan denk ik dat hij van ongelooflijk veel waarde gaat zijn voor Fenerbahçe. En als de mensen naar zijn statistieken kijken van afgelopen seizoen, waarin hij niet elke wedstrijd heeft kunnen spelen, waar soms de coach de keuze had gemaakt om hem niet te laten spelen, en waar hij ook misschien meer dan hij lief was geblesseerd is geweest of niet fit is geweest, dan denk ik dat op het moment dat hij fit is en het volledige vertrouwen van een trainer heeft, dat hij van heel veel waarde voor Fenerbahçe kan zijn. Iedereen weet wat voor type speler ik ben. Ik denk dat ik de 3 jaar dat ik voor Fenerbahçe gespeeld heb, dat ik altijd alles heb gegeven en altijd heb gevochten voor de club om te winnen. En ieder weet dan ook dat ik dat morgen ook zal doen. En op het moment dat ik zal scoren, dan zal ik natuurlijk blij zijn. Maar ik zal dat ingetogen doen en met respect naar de fans die me 3 jaar lang geweldig veel waardering hebben gegeven, maar ook nu nog steeds die waardering geven.